Stel nou dat Mark Rutte nu naar de NAVO gaat. En je hebt een demissionair kabinet. Ja. Wie wordt dan de demissionair minister-president? Is dat dan Sigrid Kaag? Waarschijnlijk de vicepremier van de op één grootste partij. Dat is dan Sigrid Kaag. Dus dan hebben we misschien nog een hele tijd Sigrid Kaag als demissionair. Nou, die heb ik vandaag weer een minuut gezien. En dan ben ik de eerste 5 jaar weer genezen. Ja, ja die, is die was wel zichzelf gebleven. Dat moet ik toegeven. Ja. Het zal nog wel even duren, voor die Stoltenberg weggaan. Ja, maar het kan een tijd lang gaan duren natuurlijk. Nee, Stoltenberg zit er sowieso nog volgens mij tot eind volgend jaar. Dus ze zitten nog wel even. Tot wanneer? Halverwege eind volgend jaar, volgens mij. Oké, okay, maar ja, voor hetzelfde geld gaan we weer een... Ja. Eens. Ja. Ja, klopt het? Ja. Ja, tot wanneer? Halverwege volgend jaar, zo Oké, okay, maar ja, je stelt dat je een hele lange formatie... ze reageert als volgt. Jij wil het even zien, dat vind je leuk, hè? Schrikkelijk, voor jouw stemming op de vrijdagavond, daar is ze. En de heer Wilders... kan de laatste paar weken zich hebben willen voordoen als hij moeder Teresa zou zijn. Maar 20 jaar lang haat, discriminatie, uitsluiting tegen bevolkingsgroepen. En ook in zijn stijl, zijn politieke verdienmodel van aantijgingen, beschuldigingen en het demoniseren van anderen, zijn opponenten. Nou, dan heeft hij een lange weg te gaan om ooit echt milder te worden. Als hij premier wordt, dan is dat door de coalitie. Dan is hij formeel premier, is niet mijn premier. Nou, nee, haar stijl die was succesvol. D66 ligt volledig op zijn reet. Ja. Het nieuwe bestuurscultuur wilde zij ook, toch? Dat was, het moet nu anders. Ja. Ja. Dit doet heel erg denken, want die vergelijking wordt wel eens gemaakt... tussen Geert Wilders en Donald Trump. Toen Donald Trump gekozen was, kun je van alles van zeggen. Die is eerlijk gekozen. Toen zeiden de Democraten ook, is niet onze president, is illegaal. En zij respecteerden hem toen niet. En daar riekt dit naar. Ja, ja, goed, hij reageert zelf ook, Geert Wilders. Maar het is wel opvallend dat linkse mensen wel hele slechte verliezers zijn, hè? Ja. Ondanks, ik kan het niet helemaal lezen wat er staat. Ja, ondanks je zuurheid. Ondanks je zure reactie ben ik ook straks jouw premier. Ja, daar hangen letters bij ons. Ik zou er allemaal niet op gaan reageren, joh. Waarom zou je dat doen? Ik had wel meerdere reacties. Nee, haar rol is uitgespeeld. Ze is helemaal niet relevant. Ja, maar ik vind... Nee, inderdaad. We willen haar niet eens aan tafel hebben.